Hartelijk welkom allemaal bij weer een video. Dit keer, zeer verrassend op zich, over 3D printen. Heel soms, ik zoek er niet zo heel vaak naar, maar heel soms kom je best een heel bijzonder ontwerp tegen op het internet. In dit geval op de website van Prusa zelf. Ook die heeft een soort van Thingiverse website. Ik zal een link naar het object wat ik aan het maken ben onder deze video plaatsen. Ik vond het zo'n leuk object dat ik besloten heb niet alleen om het te maken, maar om er ook een video over te maken. Kijk, ik ga u niet laten zien hoe u Prusa Slicer instelt. Dat is in de eerdere video's van mij uitgebreid aan de orde geweest. Ik ga u ook niet laten zien hoe u de printer aanzet. Het is allemaal aan de orde geweest en dat kunt u in mijn playlists terugvinden. Ik laat u tegenwoordig daar alleen nog zaken in zien die echt bijzonder zijn. En dit is eigenlijk best bijzonder. Het is een leuk object waar je wel, als je het leuk wil doen, veel verkleuren, veel kleuren filament voor nodig hebt. Ik gebruik alles bij elkaar, even denken, 8 kleuren in dit geval. Maar dan krijg je er ook iets voor, dat wil ik er wel gelijk bij zeggen. Wat we gaan maken is een luchtballon. En u ziet op dit moment de printer aan de gang. En dat met zijn allerlaatste onderdeel van deze luchtballon. De luchtballon bestaat uit 9 onderdelen. Alles bij elkaar. Als ik het in moet schatten, als ik kijk naar mijn Prusa i3 MK3 die dit aan het printen is, dan heb je daarvoor nodig, ik denk een goede 24 printuren. Ja? Dus dat ga je niet op één dag doen, want ik neem aan dat u 's nachts uw printer niet zonder opzicht laat draaien. Ik in elk geval niet, tenminste meestal niet. Heel soms wil ik het wel eens doen, maar meestal doe ik dat niet. Bovendien zul je in dit geval na elke 3,5 uur een nieuw object moeten gaan opstarten, want dat zei ik al, het zijn 9 losse onderdelen. Ik vind het bijzonder goed ontworpen. Het enige wat een beetje fiddelig is, is het mandje van de luchtballon. Het gaat om een luchtballon namelijk. Is het mandje van de luchtballon een beetje dunnetjes allemaal, maar met een beetje beleid en goed oppassen. En ik heb ook al een heel klein beetje lijm moeten gebruiken om dat in orde te houden. Kunt je dat mandje maken en kunt je dat ook heel houden, zeg maar. Dat wil ik u in deze video laten zien. Ik ga u zometeen laten zien de 9 onderdelen, hoe je het in elkaar zet. En dan het eindresultaat ga ik u laten zien. En voordat ik dat doe, het is bijna nieuwjaar. En ik ga u dan ook alvast een heel gezond en gezegend 2024 toewensen. In mijn leven zijn er wat dingen die dat soms wel moeilijk maken. Maar ik vind dat je met positivisme heel ver kunt komen. En dus blijf ik de toekomst positief tegemoet zien. En ik hoop u ook. En ik wens u dus een gezond en gezegend 2024. Ik ga u laten zien de 9 onderdelen die geprint zijn. Zo, het laatste deel van de print nadert de voltooiing. Nog een paar minuten. En dan kunnen we de 9 delen in elkaar gaan zetten. Alles in elkaar, dus printtijd ongeveer 24 uur. We gaan zometeen zien hoe het eindresultaat en het in elkaar zetten gaat werken. Hier zijn alle geprinte onderdelen, bestaande uit het mandje. Pas op, lieve mensen, dit is allemaal heel erg dun en erg breekbaar. Ik heb het al even moeten repareren. Mocht dit nou alsnog breken, dan ga ik heen om dit even her te ontwerpen en dit wat breder, wat dikkere staven te laten zijn. Maar goed, voor nu. In de, of dat het zichtbaar is, maar daar zit hier zo, hier bovenin zit schroefdraad. Ja? In dat schroefdraad komt een asje te zitten. Dat asje heeft aan 2 kanten schroefdraad. En aan de bovenkant komt een afdekdop, ook weer met schroefdraad erin. Nou, hierin
komen straks alle 6 de schijven te staan. En die zien we hier. 6 schijven in 6 verschillende kleuren. We moeten natuurlijk even vaststellen van welke kleuren we in welke volgorde willen hebben. Maar we beginnen met het indraaien van de as in het mandje. Oppassen dus op het mandje. Heel voorzichtig mee omgaan. Zo. As zit erin. En nu kunnen we gaan beginnen met de schijven in een juiste volgorde die je mooi vindt, laten we het zo maar zeggen, aan te gaan brengen in dat mandje hier. Voorzichtig, nogmaals, het is erg breekbaar. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Dan pak ik groen. Ik pak hem bij het asje, dus ik heb niet de mand vast. Dan pak ik rood. Even goed opletten. Want het is wel even pielen hoor. Laten we dat voorop stellen. Dat kan ik zo zeggen. Het is echt pielen. Oké. Nou, je begrijpt de bedoeling. Als ze op elkaar zitten, wordt hier dus die kap opgeschroefd. Ik ga dat even off camera doen. Nogmaals, even goed laten zien. Hier wordt die kap opgeschroefd. Ja. Ik ga het even off camera doen, want ik heb echt 2 handjes nodig. Hier hebben wij een luchtballon met een haakje aan de bovenkant waaraan we hem kunnen ophangen. Allemaal verschillende kleuren. Hij is prachtig geworden. Er hangt wel erg veel gewicht op dit moment op, dus die 4 kleine staafjes hier. Dus ik ga hem oppakken. Het is beter om hem te hangen. En dan kunnen wij genieten van deze mooie luchtballon. Fijne jaarwisseling gewenst. Ik hoop dat je dit leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.